Goedemiddag, Willemijn Verkijk en Bart van Hoof. Hallo. Een echtpaar. Ja, inderdaad. Ja. En ook een echtpaar in de zin van het woord dat jullie in het vak ook heel erg met elkaar verbonden zijn. We kennen jou natuurlijk van heel veel musicals. Ja. Aida, We Will Rock You, de stem van Elsa in Frozen, Wicked. Ja. Ik geloof in 4 landen en 3 talen. Ja. Musicus, maar saxofonist, hè? Saxofonist, ja. Multi-read, ja. Ja, maar niet alleen onder in je orkestbak, maar ook op het podium. Zeker, bij Tina Turner, de musical, stonden wij ruimschoots. Ja, zeker. Nou, daar heb ik enorm van genoten. Oh, wat leuk. Ja. Dubbel getroffen ook, als echtpaar? In zekere zin wel. Ja, op een hele andere manier natuurlijk. Maar ik ben ZZP'er en ik stond in de musical Annie. En die was op 12 maart, hoorde ik in de auto al het nieuws van evenementen mogen niet meer. En toen kregen we een tijdje later van onze producent ook te horen, het houdt hier even op. Dus dat was, toen konden we weer omdraaien. Dus dat is heel gek. Midden in de productie. En dat, wij waren net goed 2 maanden bezig. Ja. Ja, met repetitietijd erbij. Dus, ja, en dan in het begin heb je nog goede hoop. Dat je denkt van, ja, we gaan nog wel. Hè, hoe lang zal het duren? Ja. En van de week hebben we dus te horen gekregen dat Stage pas ergens maart 2021 wil de draad weer wil oppakken. Ja, eigenlijk wel eerder, maar het is volkomen onduidelijk eigenlijk. Want het zou eerder kunnen. Maar het kan ook later natuurlijk. Wat betekent dat in financieel opzicht voor jullie? Nou ja, ik heb Annie is dus nu gestopt en mijn volgende job, Waitress, is gecanceld. Dus er is er is niets. Voorlopig even niks. Nee, er zijn een aantal dingen die nog liepen, maar daarna is het gewoon klaar. Dus dan heb ik geen perspectief op inkomsten. Ik zat in loondienst, dus ik krijg voor 50%. Dus ik krijg voorlopig, zolang het steunpakket aanblijft, in elk geval nog... En hebben jullie op een of andere manier nog recht op een uitkering? Nee, volgens mij niet. Ik denk het niet. Nee, tot nu toe zijn we nog niet heel erg ingedoken. Ik ben al wel een beetje op de vacature sites aan het kijken of ik tijdelijk wellicht of voor langere periode... Maar niet als saxofonist of als acteur? Als muzikant? Nee, ik ben gewoon aan het kijken wat je nog kan als je tegen de 50 loopt en handig bent en je talen spreekt. Waar wil je dan nog Ik heb toevallig, nou dat weet ik nog niet. Ik heb net gesolliciteerd als centralist bij 112 aan de telefoon, zeg maar. Ja. Dus daar heb ik nog niks op gehoord. Dat gewoon echt op zoek naar ook iets totaal anders dat niets met je vak te maken heeft. Ja, inderdaad. Ja. Het kan natuurlijk. Ja, hoe lang gaat het duren? Er is zoveel onduidelijk. Is dat misschien het ergste, de onduidelijkheid? De onzekerheid? Ja, zeker. Nu bijvoorbeeld ook. Ik heb het geluk nu dat ik door het De La Mar Theater ben uitgenodigd. Voor Klein Publiek Groot Gebaar. Dat is het programma wat ze opgezet hebben samen met hulp van de Ende Foundation. Ja. Daardoor kunnen wij voor 30 en straks voor 100 man spelen. En dat is heel fijn, want dan gaat er een groot gedeelte van de opbrengst gaat gewoon direct naar ons. Dat kunnen ze doen met behulp van de foundation. En dat is nu heel fijn. Daar heb ik even wat, perspectief. En dan kan ik weer even wat doen en kan ik weer spelen. Het is... Dus dat is in ieder geval fijn dat ik dat weer even te doen heb. Maar daarna... Maar dat wilde ik zeggen. Dat het, weet je wel, je bent gewoon altijd toch wel een beetje bang ook. Van gaat het nog wel door? Komt er niet misschien een tweede golf? Wat ik wel heel fijn vond is dat ik toen ik het aankondigde, je merkte hoeveel mensen heel enthousiast waren. En eigenlijk zich geen 2 keer bedachten om een kaartje te kopen. Dat vond ik ook zoiets. Ja? Want ik dacht van, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen denken van ik durf nog niet. Weet je wel, ik ga niet in een zaal zitten. Ook al is het maar met 100 man. Daar merk je dus ook aan, waarvoor we hier ook zitten, weet je wel, dat cultuur dus echt iets doet met mensen. En wat mensen... Mensen missen het. Ja, ze missen het echt. En dat vond ik, dat was zo hartverwarmend om dat te merken. Dat je zegt van, hé, ik mag weer gaan spelen. En dat iedereen gewoon massaal zegt, oké, dan komen wij. Ja, net zoals als een terras opstormde afgelopen weekend. En nu ook
Ja, maar dat is dus, weet je wel, want dat merk je dus ook meteen van, ja, weet je wel, ik weet wel dat het zo is. En ik weet wel dat mensen cultuur nodig hebben en muziek en dat het mensen helpt. Maar als je dan ook meteen zo direct terugkijken krijgt, dan weet je ook van, ja, weet je, daarom doe ik dit vak zo graag. Weet je wel, daarom is het waarom ik iedere dag weer vol met passie op dat podium sta. Om mensen in een andere wereld te helpen. Mensen eventjes de dagelijkse beslommeringen te laten vergeten. Mensen even te emotioneren, mensen even na te laten denken. En dat is ook, weet je wel, waarom wij met z'n allen dat zo gaan staan voor ons vak. Omdat we gewoon weten dat niet alleen wij daar heel hard voor knokken en heel hard voor werken, maar ook dat heel veel mensen er ontzettend veel aan hebben. Ja, wordt het wel eens onderschat, denk je? Dat denk ik wel, ja. Ja? Ja, als je ziet wat KLM voor steun krijgt en hoe de cultuur eigenlijk pas wat aandacht krijgt nadat ze voor zichzelf opkomen. Nou, je merkt het ook dat weet je, we krijgen best wel veel, kunnen ons stem laten horen in best wel veel praatprogramma's. Je ziet het overal. Maar ook omdat we echt, we moeten de barricade op. Want we merken dus van, ja, dit is dus nodig. We moeten nog harder schreeuwen om te laten merken van, jongens, weet je, dit is echt... Vroeger zeiden ze altijd, kinderen die vragen worden overgeslagen, maar het is juist andersom, hè? Ja. Ja, het is zo belangrijk dat het blijft bestaan. Want het is gewoon een onderdeel van je cultuur, letterlijk. En van je leven. En van ons allemaal. Het is van ons allemaal. Dus er moet gewoon perspectief geboden worden om deze periode, want ik hoop dat het een periode is, door te komen en toch een doorstart te kunnen maken. Aan de andere kant, biedt deze periode jullie ook iets? Nou, wat wel fijn is, Willemijn heeft natuurlijk heel veel jaar echt letterlijk in het buitenland gezeten. Mm-hmm. Eigenlijk, wat is het, 13 of 15 jaar of zo? Dus we hebben elkaar best in hele periodes lang niet gezien. Ja. En we zijn nu... We zitten nu opeens boven op elkaars lippen. Zo! Ik ga toch vragen, hoe gaat dat? Ja, het buiten gewoon goed eigenlijk. Ja, we zijn, dit is jij zingt een liedje voor hem, jij speelt een mooi stuk. Ja, nou ja, ja. Nou ja, inderdaad. Ik bedoel, wat dat betreft ook... weet je, we vervelen ons geen seconde. Want we zijn muzikant in hart en nieren. Dus we blijven gewoon muziek maken, ook thuis, weet je wel. Ik ben nu aan het leren om gitaar te spelen. Omdat ik dat een hele tijd al heel graag wilde leren. En dat doe je dan gewoon iedere dag. Bart is boven... in zijn muziekkamer. Altijd blijft hij maar studeren. En ik vind het super fijn om lekker thuis te zijn. Dus dat. En inderdaad, omdat we dan fijn eindelijk een beetje quality time samen hebben. Ja. En dan kun je de zorgen ook samen delen. Maar het theater roept, ik hoor het hoor. Het theater, ja. Weet je, daarom bijvoorbeeld ook die. Die kans van het De La Mar, dat ik dat mag doen, dat is, nou ja, ik merkte meteen, want ik was een beetje een soort van, nou ja, tot rust gekomen. En dan voel je echt dat een beetje de energie uit je lijf weg ebt. Zo van, nou ja, oké, moet ik me dan maar hierin berusten of zo. Eng en geen perspectief en allerlei dingen worden afgezegd. Theaters kunnen het hoofd niet boven water houden. Nou ja, weet je, je krijgt echt wel heel veel zorgen. En dan krijg je even dat lichtpuntje van het De La Mar Theater. En dan, ik werd weer helemaal energiek. Fantastisch, weet je wel. Dat is te gek. En iedereen vraagt ook de hele tijd naar van, oh, wat ga je dan doen? Wat leuk. Dus ja, dat is. Ja, ik denk dat jullie zorgen ook door heel veel collega's worden gedeeld. Zeker. Ja, en ik hoop dat veel mensen toch gaan nadenken over ook wat er wel mogelijk is met 100 man. En hopelijk over een paar maanden met meer dan 100 man. Ja. Want... ja, dat we in elk geval, al is het een waakvlammetje, dat het niet uitgaat. Juist, dat precies. Het niet uitgaat. Straks laaien we stoken het vuur precies, helemaal op. Precies. Ja. Want om hoeveel mensen gaat het dan? Hoeveel mensen willen jullie vertegenwoordigen? Kunnen jullie vertegenwoordigen? Ik kan in ieder geval alle medewerkers van Annie te vertegenwoordigen. Ja? Dat zijn er 50. Dat zijn er 50? Ja, en Marco, onze MD, zat hier van de week. Dus die is me voor geweest. Dus ik sluit me aan bij Willemijn. Vertegenwoordigen. Dat zijn er 50. Ja. Mooi. Jullie mogen gaan tekenen. Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Dank voor jullie komst en voor jullie pleidooi. En ik hoop ook heel snel weer naar het theater te kunnen gaan. Wat wij tussendoor ook binnenkrijgen aan berichten is bijvoorbeeld van Giel. Kunst en cultuur, onmisbaar in onze cultuur. En zo is het. Danique zegt, kunst en cultuur kan ontroeren, verwonderen, amuseren en het intellect stimuleren. Het is onmisbaar. En van Lisette Kuiper-Tromp, mensheid is cultuur in welke vorm dan ook. En Edwin, videoprojectie van PowerPoint tot building mapping, art, kunst, cultuur.
daar staat hij hoor. Willemijn en Bart. Dank jullie wel en heel veel succes in de Lamar, hè, met de voorstelling. Dankjewel, ja. Dankjewel. Ja, en veel fijne tijd op samen.